Over 2 jaar wordt Raymond Impani 70 en tot zo lang hoopt hij ermee door te gaan. Met de wedstrijdradio bedoel ik, want zijn grote prijs moet nog langer mee. Wat hoopt hij voor zijn koers van vandaag? Wel, ik hoop dat wij een wedstrijd hebben gelijk ieder jaar. Want ik mag niet zeggen dat wij tot nu toe wedstrijden gehad hebben die niet goed waren. We hebben altijd het is altijd koers geweest, het is altijd goed geweest. Ik ben daar tevreden over. Ik hoop dat het niet is gelijk in vele wedstrijden, in kermiskoersen en zo. Ik vrees dat Raymond vandaag toch wat op zijn honger is gebleven. Een kleine 200 renners kwamen aan de start van deze grote prijs Raymond Impani zijn wedstrijd in dezelfde categorie als de E3-prijs, de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs. Afstand 193 kilometer, start in Kampenhout, het zwaartepunt in het Waasland, aankomst in Sint-Niklaas. Voor het eerst weer in koers na zijn val in Benidorm, Peter de Klerk. Hij rijdt vandaag met het nummer 13. Gelukkig loopt het allemaal goed af. En dit is Wiebren Veenstra, de winnaar van de vorige 2 edities van deze grote prijs Impanis. En deze man kent u wellicht niet. Zijn naam is Sangu Tadashi. Hij is een 33-jarige Japanner en hij was de eerste aanvaller van het Belgisch wielerseizoen. Hij demareerde namelijk van bij de start van de omloop het volk. Nu gaat hij in de aanval na 25 kilometer, loopt uit tot 8 minuten, maar als de eerste kasseien eraan komen, wordt deze lichtgewicht weer ingelopen door het peloton onder aanvoering van Benjamin van Itterbeek. Lang geleden dat we die nog gezien en gehoord hebben. Op de kasseien Frison, Van der Poel, Hanegraaf, Van der Aarde, De Neut en dan Abdou Chaparov, die later door een valpartij zal uitgeschakeld worden. We kijken hier op de rug van de Nederlander John van den Akker. Hij lanceert een vlucht van 13 man. We zijn dan half wedstrijd, nagenoeg 100 kilometer ver dus. Die 13 zijn Johan Verstrepen, Patrick de Neut, Peter Nases, Kurt Onclin, Louis de Koning, Herman Frison, Danny van Looy, Adrie van der Poel, Sean Yates, Scott Sunderland, Ad Wijnands, Patrick de Waal en tenslotte John van den Akker. Het peloton laat meteen begaan en dus is de kous af. Het wordt een mager wedstrijdverhaal. In de finale krijgen we nog een paar aanvalspogingen, zoals hier met Ad Wijnands. Maar niemand geraakt weg. Adrie van der Poel controleert de slotkilometers zijn ploegmaat Herman Frison moet het karwei nu maar afmaken in de sprint. Maar in de spurt blijkt de Nederlander Louis de Koning de snelste. Links de Koning, hij haalt het voor Frison, Van Looy, Nases en Onclin. Het peloton komt aan op bijna 8 minuten. Voor de Koning is het zijn 3e seizoenszege na de Rondum Köln en een rit in de Ronde van Nederland.